Hallo allemaal, dit is Rick Steven van Steven's Auto Service. Vandaag laat ik jullie zien hoe je op een simpele wijze zonder verloopkabel een CLK cabrio uit kunt lezen. En uiteraard elke andere Mercedes of Volkswagen of welke andere auto die met een K-lijn uitgevoerd is, hoe je die uit kunt lezen zonder verloopstekker. Altijd leuk als je hem wel besteld hebt, maar nog niet binnen hebt, dat je het op deze manier kunt fixen, zeg maar. Nou, met dank aan mijn geweldige Roemeense collega's, waar je de helft niet van kunt lezen, maar u snapt het wel. Heel mooi uitgelegd hoe de K-lijn in elkaar geknutseld is bij een Mercedes-Benz 38-polige stekker waar ik hiermee te maken heb. De bovenste is in min, de middelste is in achtercontact plus en dit is een constante plus vanaf de batterij. Mocht die nou geen constante plus 12 volt geven of een happy-snappy spanning, kunt u die natuurlijk rechtstreeks vanaf de accu even een draadje voeding voorzien of via de sigarettenaansteker. En dan werkt het zwikje wel weer zoals het hoort en moet. Dus wat even belangrijk is om te weten dat in de OBD2 stekker, dat wat hier staat, dat klopt voor deze auto, maar in ons geval is het dus pootje nummer 7 is de hete draad wat in de zeg maar plus van de CAN-bus in de K-lijn zelf. En de CAN-low is bij ons, bij de Mercedes-Benz, is dat nummertje 15. En hier klopt dat trouwens wel weer, want dit is de Mercedes-Benz setting. En dan heb je hier nummer 15 en nummer 7, dus nummer 15 gaat naar pootje nummer 15 bij dit systeem. En die laat je gewoon zitten. En het komt wel eens voor dat die pinnetjes niet op de juiste plek zitten. Dat ze zeg maar, bij mij is het bijvoorbeeld zo dat poortje 8 is, zit er niet in. Dus de BAS die hier dus wel afgebeeld is, voor mij is dat anti-slipregeling of zo. Die hebben ze bij mij op een andere plek geparkeerd of die is geïntegreerd in nummertje 6 ABS. Dus dan is die vervallen zeg maar. Dus dat is even gewoon een kwestie van proberen. Als u het niet zeker weet, het mooiste is natuurlijk dat je weet welk pinnetje waar je in moet steken. Maar wat gewoon belangrijk is, dat je een van die pinnetjes, dus het pinnetje 7, dat je dus niet hier met de plus gaat verbinden. Dat snapt u wel. En voor de rest kunt u hem gewoon in elk plekje parkeren wat u wilt. Dit is bijvoorbeeld de airbag. Nou, nummertje 6 is de ABS. Enzovoort, enzovoort. Vrij simpel. Nummertje 4 is niet te lezen, maar dat is dus het motormanagement van deze auto. En dan laat ik u even zien hoe het werkt. Heel simpel, als u weet hoe of wat. Maar het is alleen even een gedoe om van een oude sloopauto een OBD2 stekker af te halen en die van goede draadjes te voorzien, zeg maar. Nou, daar zijn we dan bij de happy snappy constructie van de auto aangekomen. Even kijken, hier heb je dus de OBD2 stekker. Die normaal in de auto, in dit geval een Volvo zit. En die pinbezetting die klopt er natuurlijk niet, want die heeft geen een CAN-aansluiting in plaats van een K-lijn aansluiting. Ik begin er al van te stotteren. Even kijken. Heel simpel is het dus nu uitgelegd. Er zitten altijd heel mooi tegenover elkaar geparkeerd. Dat is ook altijd mooi. Dus deze witte draad die je hier ziet lopen en de groene, die lopen hier naartoe, die zitten altijd tegenover elkaar in de rij, zeg maar. Nu, normaal zitten die ook nog in elkaar gedraaid, een twisted pair noemen ze dat. En dan is het helemaal goed voor storingen en zo, om dat tot een minimum te beperken. In dit geval was ik even met de ABS aan het uitlezen. En dat is in dit geval poortje nummer, even kijken, 6 geloof ik. Ja, 3, 4, 5, 6. En die zit dus, de witte pinnetje zit dus in 6 geparkeerd. En het is een beetje lastig met de verlichting hier. Maar ik had hem dus al even uitgelezen. Het is allemaal gelukt. Gelukkig allemaal intermitterende storingen. Nu ga ik even naar een andere module. Om ook te laten zien dat je het pinnetje gewoon met autocontact gewoon uit kunt lezen. Nou, we hebben helaas nog één foutcode in het systeem staan naar het wissen. We gaan nu overschakelen naar een andere module, in dit geval de motor zelf. En dat is nummertje 4, dus pootje 7 aan nummer 4 in de 38-polige stekker. Nou, dat deed ik even snel omdat mijn telefoon weer bijna vol zit. Dan gaan we nu meemaken als u op deze knop drukt, geen foutcodes. Dus hij leest hem keurig uit, zonder problemen. Dan gaan we nu nog even de versnellingsbak uitlezen. Pootje nummer 7 OBDD en pootje nummer 10 stekker. Nou, hij werkt perfect, alleen jammer dat hij zo uiterst trage K-lijn en geen real-time data laat zien hier. Ik hoop dat u hier wat aan heeft gehad. Ik heb mijn telefoon weer vol en be blessed maar weer. Joe.